Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze update video op Groen Power Gaming. Op de achtergrond zie je wat Prime Icon Packs en Team of Decision Packs. Deze video, je ziet dan een titel, ik heb net ook gezegd een update video. Het gaat eigenlijk over de King Commons serie op Groen Power Gaming. Ik ga daarmee stoppen. Dat heeft een hele makkelijke reden. Het kost gewoon te veel tijd om die serie te maken, want ik moet de wedstrijden opnemen, ik moet heel veel knippen en plakken. En de programma wat ik gebruik is niet het allermakkelijkste programma, moet ik zeggen. Dus ik ben ongeveer in totaal 2-3 uur bezig met één aflevering. En aangezien de vakantie al bijna voorbij is voor mij, het is even denken, 16 augustus eindigt de zomervakantie hier. En 9 augustus, dan begint ook, misschien weet je het wel, maar ik zit in het eerste elftal van de voetbalclub. En dan begint ook het voorseizoen, de voorbereiding van het nieuwe seizoen. En daar wil ik ook wat meer op gaan focussen komend seizoen. En dan gaat YouTube. Het is dan eigenlijk onmogelijk om dan 6 video's in een week te gaan uploaden. In de toekomst blijven er wel gewoon GTA video's komen en natuurlijk de zaterdag video's. Misschien ga ik in de toekomst ook een livestream op YouTube zelf in plaats van op Twitch. Maar dat is even de vraag hoe goed Twitch aan het einde van het jaar, hoe goed ik daarop groei. Verder wil ik nog even zeggen dat de livestream highlights ook gewoon blijven komen op YouTube. Als ik op Twitch ben streamen natuurlijk. Dus dat houdt in dat we nu op maandag de livestream highlight komen. Woensdag natuurlijk de GTA video's. En zaterdagmiddag komt de zaterdag video online. Dat zal dan waarschijnlijk nog FIFA gerelateerd zijn. Als FIFA niet meer relevant is voor mij. Ik heb het ook al onder een reactie geplaatst, onder de allerlaatste video volgens mij. Maar FIFA is voor de meeste mensen dood. Ik vind het nog steeds leuk om te spelen met het team wat ik nu heb. En zolang ik dat leuk blijf vinden, blijf ik gewoon FIFA spelen en uploaden. Als ik dat gevoel niet meer heb van ik vind het niet meer leuk om de game op te starten en om een potje te spelen, dan stop ik ook met het uploaden van FIFA. 20 in ieder geval, ik ben 21 voor de laatste effect natuurlijk. En verder wil ik nog even zeggen, bedankt voor de support in de afgelopen weken. En dit was dan de update video en hopelijk belonen jullie het even met een duimpje omhoog. Vergeet ook even niet te abonneren natuurlijk. En bekijk straks even de video op de playlist die in het beeld komt. En hopelijk zie ik jullie dan bij een nieuwe video. Tot de volgende keer.